en welkom op het kanaal van het Ene Walibi Meisje. Het is vandaag 21 oktober en ik ben weer bij Walibi voor Halloween Friday Night. Zoals ik al eigenlijk vaker had verteld, ben ik vrijwel alle dagen bij Halloween Friday Night. Ik ben alleen 27 oktober niet aanwezig, maar alle andere dagen ben ik er wel. Dus vandaag ook weer. En vandaag zijn er ook weer een paar leuke dingen op de planning. We gaan in Wicked Woods en in Camp of Curiosities. Wicked Woods wordt voor mij, of beide eigenlijk, wordt voor mij de tweede keer dit Halloween seizoen. Ik ben heel erg benieuwd naar Camp of Curiosities, of dat nog enigszins verbeterd is. Want de eerste keer dat ik erin was geweest, vond ik het een beetje tegenvallen als ik eerlijk ben. Maar het was wel de tweede dag van Halloween. Dus misschien dat verbeterd is. Vandaag is dus, als het goed is, ook weer een uitverkochte dag. Alle Halloween dagen zijn uitverkocht, zover ik weet. Het is vandaag een vrijdag. Ik ben benieuwd. Gisteren viel het enigszins mee met de drukte. Die video hebben jullie, als het goed is, al kunnen zien. Goed, ik heb er zin in. En de Spooky Days zijn momenteel nog bezig, dus daar gaan we nu eerst even bij kijken. Wat moet je vanavond aan het vragen? Ja. Waarom stel je zoveel vragen? Waarom is het een quiz? Ja. Ik doe niet meer. Dus valt wel mee. Ja. Even kijken voor je geest. Altijd goed achter je kijken. Oh, nou zou ik doen. Ja, misschien is mama er dan wel. Oh, spannend. Ga je mama zien? Misschien vanavond. Vanavond. Misschien vanavond. Goedje. Zal ik doen. Ja. Ze ziet er een beetje uit als ons. Oké. Alleen dan. Oh. We zijn helemaal niet eng. Jawel! Niet eng. Jawel! Niet. Jawel! Ga weg. Stop ze hier in mijn jas, de nachtmerries. Nachtmerries. Kijk, die is van Tim, die is van Tim. Dan hebben we hier zo Pinocchio. Hier ben je. Kom maar spelen. Ja, ik hoor een ja. Kom maar spelen. Kom maar spelen. Met die spelen. Wat is dit? Dit is een festival of freaks. Ja. We hebben nog steeds dezelfde naam, meid. Of ben jij ondertussen veranderd? Nee. Nou, oké. Dan mag ik doorlopen. Ja? Ja, want alleen mensen met een goede naam, hè? Oh, oké. Okay. Ja, ja. Hè? Jongens, het is ondertussen een beetje algemeen bekend dat ze bij Festival Freaks en Spooky Days toch wel een stuk strenger zijn in wie ze doorlaten en wie niet. Wij mochten gelukkig wel door. Daar is ze weer. Wat kijk jij nou weer zo stom? Het maakt ook niks uit, het is een onderontje. Ben je er weer de hele dag? Ja. Ja, zoals ik dus eigenlijk aan het vertellen was, doen ze er dus wel iets strenger in met wie ze binnenlaten en wie niet. Wij hadden eigenlijk gewoon het geluk, ook omdat ze mij ondertussen een beetje wel herkennen. Ze weten dat ik me verder gewoon gedraag, dus daarom mag ik gelukkig wel verder naar binnen. Maar ik weet ook niet precies waar ze het verder op baseren, dus ik kan jullie ook echt niet vertellen wie ze dus wel binnenlaten en wie niet. Ik heb er geen idee. Over het algemeen is het nu zo dat als je onder de 15 bent, dat ze je dus niet binnenlaten. Dan zeggen ze dus sneller van ja jongens, doe maar niet. Als je met kinderen bent, dan mag je sowieso naar binnen, want ze willen het dus gewoon zo kindvriendelijk mogelijk houden. Dat is eigenlijk een beetje het hele punt. Dat was ook het originele concept van deze zone, dat ze het echt zo kindvriendelijk mogelijk wilden houden en echt alleen kinderen hier wilden hebben. Maar ze kunnen uiteraard niet iedereen zomaar weigeren. Maar ja, zoals jullie eigenlijk misschien ook wel kunnen zien, is het hier eigenlijk ook super rustig nu. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel fijn voor zowel als er hier dus kinderen zijn, maar ook voor de acteurs is dat een stuk fijner. Het enige wat heel jammer is, en daar heb ik ook best wel veel DM's van ontvangen van jullie, is dat als je heel erg graag Daisy zou willen ontmoeten, dan is dat een stuk moeilijker. Want Daisy loopt alleen hier in deze zone. Die loopt helaas nergens anders. Dus als je Daisy heel graag wil ontmoeten, dan... Nou... Zitten ze me toch echt een partij gewoon vooroordeeld aan te kijken, die twee? Ja, oké. Okay. Maar als je dus met deze op de foto wilt, dan heb je eigenlijk gewoon heb je eigenlijk pech. Daar komt het eigenlijk op neer. Of je moet dus mazzel hebben en dus toch nog naar binnen kunnen komen. Maar ja, dus ik snap dat heel veel van jullie daarvan balen. Maar
ja, ik snap ook wel dat Walibi dit heel graag gewoon en echt zoveel mogelijk een kindvriendelijke zone wil houden. Ja, dus het is misschien een beetje stom om te zeggen, maar het volk over het algemeen met Fridays kan soms een beetje vervelend zijn. En ik denk dat ze gewoon heel erg willen voorkomen dat dan dus ja, wat vervelender volk zeg maar daar komt, omdat ze het gewoon heel erg kindvriendelijk willen houden. Ja, klinkt heel stom om te zeggen, maar zo is het wel. En ik snap dus wel dat ze het doen, maar ik snap ook dat het voor heel veel mensen die zich wel gewoon kunnen gedragen, dat het wel echt flink balen is. Hoe gaat het met jullie vandaag? Ja, wel goed. Zeker weten. Ja hoor. Oh, ja. Je zit wel een beetje op leeg. Ja, ik heb heel kort geslapen vannacht. Oh. Ja. Nou, dan wens ik veel succes vanavond. Dankjewel. Ja, het gaat nog wel wat erger worden. Ja, dat denk ik ook. Hey, jij bent het een beetje stil. Ja. Naast haar hangen. Is ze niet meer zo alleen? Kijk maar wel gezellig. Kom, ik ga die mooie slot, dat is mijn kamer. Ja, dat gaat zo. Dankjewel. Succes vandaag. Dankjewel. Jeetje, wat heb je dan gedaan? Ja, deze is net afgebroken, dus het is. Oh, mama, ik wil dat ook! Die heb je toch al? Maar niet zo lang! Ik kijk ze even af, mag jij ze hebben? Ah! Weet je wat je moet zeggen? Nee! Word je een beetje verlegen? Klein beetje. Ik wil intimideren. Intimideren, nou, dat valt ook wel mee. We zijn echt een beetje leuk. Gezellig. Opgepakt met haar. Nou, ja, oprecht. Ja. Heb jij het wel leuk? Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Zie je er ook niet uit? Nou. Nee. Nou. Beetje doos. Ik kan ook vragen wat mijn lievelings eten is. Ja, dan zeg ik jou onderarmd. Ja, superleuk. Dat is minst lievelings eten. Minst lievelings eten. Ja, ook alleen, hè. Want er zit ook kaas, zout, zwemmen, ja. Oh. Iets vrij weinig. Eén maaltijd per dag, mensen, is niet goed. Laten we vragen welke maaltijd. Welke maaltijd is dat dan? Met? Of gewoon droog? Wel met melk. Mag het halfvolle sojamelk zijn? Of halfvolle melk met cornflakes. Mensen maken deze persoon blij. Ja. Wij hebben zojuist iets gegeten en we beginnen in Villains omdat jouw favoriet is. Dus we beginnen vandaag in Villains en ja, ik heb er echt super veel zin in. Een kleine tip nog wat betreft het eten, want het wordt natuurlijk altijd hartstikke druk rond eten te zijn bij alle restaurants. En wij zijn ongeveer rond 4 uur zijn we al het restaurant ingegaan en om 4:30 ongeveer ben ik al begonnen met eten, super vroeg, ik weet het. Maar dan heb je wel gewoon de plek en de ruimte, dan zijn de rijen nog niet zo lang. Dus ik raad het echt aan om tussen 4 en 5:30 te eten. Want vanaf 5:30 wordt het echt super druk. Rond 4:15 eigenlijk al. Of wat later te eten op de avond, tussen ja, eigenlijk na 8:00. Dan is het ook meestal wel wat rustiger bij de restaurants of waar dan ook eigenlijk waar je eten wil halen. Dus ja, dat is een kleine tip. Sinds het best wel druk was in Villains heb ik daar helaas nog geen beelden gemaakt. Maar we lopen ondertussen alweer in Tangled Twix.
We gaan filmen in de nachtmerries. Die moet ervoor zorgen dat je weggaat, Destiny. Wegwezen. Dit is veel te gevaarlijk met al deze nachtmerries. Jij moet ook weg. Waarom? Het is veel te gevaarlijk. Stomme nachtmerries. Ze pakken altijd mij. En die Pinocchio en die tanden mee. Dit is niet leuk. Zeggen dat het samenspel van de acteurs echt verschrikkelijk goed is. Het maakt het ook zoveel leuker om naar te kijken. Je kan ook zien dat de acteurs er ontzettend veel plezier in hebben. En het maakt het ook zoveel mooier. Je ziet ook daardoor veel meer verhaallijnen. Het geeft de zones veel meer karakter natuurlijk. Alle zones vertellen ook eigenlijk een soort verhaal. De meeste mensen weten dat ook eigenlijk niet. Maar een soort voor het licht trouwens. We staan momenteel voor de poort van Festival Freaks. Maar ja, de meeste zones vertellen dus eigenlijk een verhaal. En in de video's van vorig jaar heb ik van sommige zones ook bij het verhaallijn een beetje uitgelegd. Zou ik weer kunnen doen. Ik weet niet of ik het in deze video doe of in een volgende video. En we gaan nu Festival Freaks in. En zometeen ga ik dus ook voor de tweede keer in Camp of Curiosities. En ik ben ontzettend benieuwd. En jullie gaan ook mijn mening weer horen. Oké. Ik heb geprobeerd te oefenen, maar het is volgens mij nog steeds niet goed. Je bent in de buurt. Ik heb nog een week. Nou jongens, dit gebeurt er dus. Zo gauw Eddie begint te praten. Die hele zone, die gaat gewoon daarheen. Dat is... Fijn kaartje, ik heb ook wat anders. Heel goed. Je bent dus jouw beste vriendin. Oh, wait a minute. Het verhaal wordt ineens heel anders. Jij gaat met de vriendin van je beste vriendin, ga jij naar de Healthy Friday Night? En zij denkt dan maar, oh nee. Komt dan aan de hele tijd. Nou, we hebben toevallig twee tickets in de aanbieding. Voor zon, of kan het allemaal niet? 37 graden, 37 graden. Ja, dat snap ik. Nou, hier heel veel plezier ermee. Ik wil wel even van jullie horen op Instagram hoe het geweest is, hè? Tik hem aan, ouwe. Lekker weten. Nou jongens, we zijn ondertussen alweer bijna aan de beurt. En ik moet zeggen, de wachtrij viel best wel mee. Ik ben heel erg benieuwd of hij verbeterd gaat zijn. Ik kom zojuist uit Camp of Curiosities. En ik ga heel eerlijk zijn, ik vond hem wel verbeterd. Ondanks dat ik dus wel ongeveer wist waar de scares zaten, vond ik hem wel een stuk beter dan de eerste keer. Ik ben veel vaker geschrokken. Ik moet wel, ook wel zeggen dat we er echt met z'n tweetjes doorheen liepen, dus niet in een treintje of zo. Op een gegeven moment hadden we wel dat we de mensen voor ons zagen, maar toen bleef ik heel eventjes stilstaan zonder de mensen achter me zeg maar te belemmeren of iets in die richting. Nou, omdat je dan wel gewoon alle scares krijgt. Maar ik had één moment dat ik echt het hart schrok, omdat ik dacht dat ik wist waar de scare zat. Maar dat was niet. Die zat gewoon op een heel andere plek. Nou, toen schrok ik echt heel hard. Ik ben er zo vaker op geschrokken hoor, want nogmaals, ik ben geen held in spookhuizen. Ik schrik ondanks dat ik weet waar een scare zit. Ja, dat heb ik gewoon. En, ik vond hem dus wel verbeterd. Maar ik zou er ook echt niet meer dan 7,50 voor betalen. Want in het park zijn tickets dus duurder. Dus 9,50 in dit geval. En dat heb ik er dan weer echt niet voor over. Dat vind ik dan weer echt te duur. Hij voelt ook best wel kort, naar mijn idee. Net lang genoeg, maar ook net een beetje aan de korte kant. Kan ook, misschien liep ik gewoon heel hard, ik weet het niet. Maar ik vond hem een beetje toch aan de korte kant. Voor mijn gevoel was Captain of Carnage langer. Maar ik weet dat heel erg onlogisch klinkt. In ieder geval vond ik hem wel, hij was wel echt heel leuk.
scares waren dus een stuk beter. Ik had ook het idee dat ik nu meer scares had. Dus het kan ook wel gewoon zo zijn dat de eerste keer toen ik erin ging, dat veel acteurs misschien pauze hadden. Of ja, ik weet het niet. Het is meestal zo dat door de dagen heen dat huizen altijd een stuk beter worden. Dus ja, misschien dat het toch is geweest. Ik weet het niet. Het ligt er ook echt net aan welke ervaring je hebt. Je kan op dezelfde dag twee keer in hetzelfde huis gaan. En de eerste keer kan echt ruk zijn. En de tweede keer kan fantastisch zijn. Het is elke keer weer anders. Je moet net mazzel hebben, altijd spookhuizen. Maar ja, nogmaals, echt wel verbeterd. Ik vond het tof. Wat wel heel erg is met Camp of Curiosities is dat de freaks zo vaak al rondlopen. Je ziet ze letterlijk gewoon staan eigenlijk. En dan is het natuurlijk wel vanzelfsprekend dat je weet, oké, die gaan me laten schrikken. Het is niet altijd zo hoor, maar er zijn wel gewoon een paar stukjes dat je dan gewoon letterlijk acteurs ziet lopen. En dan weet je ook van oké, die gaan me laten schrikken. Dus dat vond ik dan wel weer iets minder. Ze willen natuurlijk het effect creëren dat je door het kamp heen loopt van de freaks en zo. Dus het is natuurlijk logisch dat je ze ook gewoon rond ziet lopen. De rednecks hadden dat in principe ook wel een beetje met Camp of Carnage, maar... Ja, toch. Het zijn wel hele voorspelbare scares, om het even zo te zeggen. Maar goed, er zitten ook heel veel onvoorspelbare scares in. En nogmaals, ik heb het leuk gehad. En wij gaan zo meteen alweer door naar Wicked Woods. Dat is dus de tweede experience van vandaag. Wordt dit seizoen dus voor mij nogmaals de tweede keer dat ik erin ga. In totaal wordt het voor mij volgens mij de vijfde keer dat ik hem ga doen. Ik weet het eigenlijk niet meer. Nee, jongens, het is zover. We gaan in Wicked Woods. Ik ben ontzettend benieuwd. We hadden een tijdslot van, ik geloof, 9:30. We zijn wel een beetje aan de late kant, maar dat komt echt door de drukte. Zeker in Nightmares. Daar ga ik zo wel iets meer over vertellen, maar voor nu... Wicked Woods. Ja, nogmaals jongens, ik heb de tip al vaker gegeven. Maar als je dus aan het eind van je tijdslot komt, dan valt de rij ontzettend mee. Dat hebben wij nu dus weer gedaan. Ik zeg wel, we waren echt wel een beetje aan de late kant. Het was echt 9:30. Het kan ook komen dat we een iets later tijdslot hebben, dat het wat rustiger is. Maar ja, het helpt dus wel echt als je wat later de rij ingaat. Ben ik wel benieuwd, man. Wij komen juist uit Wicked Woods, dus dat betekent dat ik weer in dit verschrikkelijke licht mijn review ga opnemen. Net als vorige keer. Maar ja, ik was weer positief verrast eigenlijk. We liepen vooraan. We werden wel met nog een ander groepje doorgestuurd, maar niet in een treintje gelukkig. Maar we waren in totaal met z'n zessen. Nou, dat is op zich nog wel te doen. Ik heb ook het idee dat iedereen wel scares heeft gehad. Ik liep dus wel echt helemaal vooraan. Dus ik heb wel een beetje het idee dat de meeste scares achter me gebeurden, maar ik heb er ook wel een paar gehad, dus ik mag eigenlijk niet klagen. Ik herinner me eigenlijk ook nog wel van vorige week of twee weken geleden, herinner ik me eigenlijk ook nog wel waar de scares echt precies zaten. Weet je, normaal als ik echt een jaar lang zo'n huis niet meer heb gedaan, of walkthrough in dit geval, dan kan ik het nog wel eens vergeten, maar nu wist ik wel echt precies van, oh ja, daar gebeurt iets en daar gebeurt iets. Dus ja, het is iets minder spannend was het voor mij, maar neemt niet weg dat ik er echt wel heel erg van heb genoten. En dat ik daardoor ook juist wat meer de tijd kon nemen om de walkthrough weer te bewonderen. En te kijken ook hoe de characters eruit zagen. Die zagen er echt, ja, ik blijf erbij, ze zien er echt heel erg goed uit. Ze maken bij Wicked Woods eigenlijk voornamelijk gebruik van maskers. Maar het zijn wel hele goede maskers. Ik heb al vaker gezegd dat ik meer voorstander ben van griemden van maskers. Maar met de heksen die ze eigenlijk neer willen zetten, denk ik dat het met griem er te kindvriendelijk uit zou zien. Al moet ik zeggen dat volgens mij heeft de heks in Nightmares wel gewoon griem en geen masker. Dat ziet er natuurlijk ook hartstikke goed uit. Maar de heksen die ze hier neer hebben gezet, ik denk ook dat het hartstikke veel tijd zou kosten als die allemaal echt griem zouden hebben. Die ook echt eng moet zijn en wat allemaal heel anders moet zijn. Maar nee, ik vond het hartstikke goed. Nogmaals, fantastische walkthrough. Mijn mening is totaal niet veranderd. Als je wat uitgebreider review wilt van mij over Wicked Woods, dan moet je eigenlijk even mijn eerste video kijken van Halloween Friday Night. Of zelfs een video van vorig jaar. Of zelfs 2 jaar geleden. Ik heb hem namelijk in 2020, 2021 en uiteraard dit jaar gedaan. Dus ja, dat was Wicked Woods. En ja, weer echt fantastisch. Hello, my friends. It is now 11 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have come to an end, and the gates are closing. You survived, I see. At least for now.
again next year. Het wordt helaas niet beter dan dit, maar dit was dan alweer het einde van deze dag. Ik zit ondertussen in de auto, ik ben aan het wachten tot ik zo meteen naar huis kan. Ja, er was geen eindscare, jongens. Het was heel erg onverwachts. Ik zat eigenlijk te wachten totdat de eindscare zou beginnen, maar op een gegeven moment kwam een van jullie naar mij toe eigenlijk om tegen mij te zeggen dat er geen eindscare was. Dus ja, ik vond het eigenlijk niet heel erg. Ik ben heel erg moe en sorry trouwens voor deze rare belichting. Maar ja, het wordt niet beter dan dit. Maar ja, over jullie gesproken trouwens. Ik vind het echt superleuk dat zoveel van jullie ook naar me toe komen. Ik vind het altijd zo ontzettend leuk en lief om te horen dat jullie mijn video's zo kunnen waarderen. En het maakt me altijd echt super vrolijk. Heel erg blij, ik waardeer het echt ontzettend erg. Want juist altijd tijdens Halloween Fright Nights merk ik dat ik heel veel van jullie tegenkom. En dan dat ik ook veel meer berichtjes krijg en zo. En ik weet dat jullie mijn Fright Nights video's ook vaak het meest kunnen waarderen. Zeg maar van alle Walibi video's die ik altijd post. En ik wilde toch nog eventjes zeggen dat ik jullie echt super erg waardeer. En dat ik het echt heel erg lief vind. Maar goed, het is nog niet het einde van deze video. Ik ga namelijk de dag van vandaag en de dag van morgen ga ik samenvoegen. Dus het volgende wat jullie gaan zien is waarschijnlijk een review van de Backstage Tour. En ik ga ook nog in Psycho Shock en de Villa morgen. Dus dat gaan jullie ook nog allemaal zien en horen. Ondertussen is het alweer de volgende dag en ik ben net klaar eigenlijk met de Backstage Tour. Kort samengevat, we begonnen bij de Express, bij Platform 13 Backstage. Er werd eigenlijk een hele presentatie gegeven over ja, hoe Halloween eigenlijk tot stand is gekomen. Wat er allemaal bij komt kijken uiteraard. En daarna mocht je eigenlijk een rondje in de Express. Ik heb het zelf niet gedaan, maar als je wilde dan mocht je er zonder te wachten even in de Express. En daarna zijn we eigenlijk doorgelopen naar de Base. En de Base is de plek eigenlijk waar de acteurs worden opgemaakt. Waar alle props liggen, waar alle kostuums hangen. Je snapt het wel. Dat was vorig jaar dus ook zo en dat vond ik eigenlijk dit jaar ook weer een van de gaafste ja, dingetjes toch wel tijdens de Backstage Tour. Want dat is nou echt een plek waar alle magie gebeurt, om het even zo te zeggen. Het is echt fantastisch gaaf om te zien. Daar zaten dus ook echt al acteurs in de grim. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke tof om te zien. We mochten ook echt even rondkijken tussen de kostuums. Bij de acteurs die gegrimd werden en zo. Ja, het is echt ontzettend tof. We mochten ook nog aan Eddie's pruik zitten. En ook werd er heel uitgebreid verteld hoe de make-up en zo wordt aangebracht. We mochten nog maskers vasthouden. Weet je, dat soort dingen. Eigenlijk een beetje hetzelfde toch wel als vorig jaar. Maar nogmaals vind ik dat echt niet erg. Ik hoopte eigenlijk wel een beetje dat het toch wel enigszins hetzelfde zou zijn. Omdat ik het echt zodanig interessant vond. En ook heel tof dat ik, ja, dat ik het toch nog een keer heb gedaan. Want ja, er wordt zo enorm veel verteld. Dat onthoud je niet allemaal. Dus het kan geen kwaad om het natuurlijk dan gewoon nog een keertje te doen. En het is €59 trouwens. En ik vond het dubbel en dwars weer de prijs waard. Volgens mij is het ook weer een uur uitgelopen. Dat had ik vorig jaar ook al. Ik had weer Kevin. Vorig jaar liep Kevin ook al met mijn Backstage Tour zeg maar mee. En dit jaar was hij er weer bij. En ja, hij doet het echt hartstikke leuk. Dus ja, succesvolle Backstage Tour wel dus echt een uur uitgelopen ongeveer. Want volgens mij hoort hij 2 uurtjes te duren. En we waren pas om 3 uur klaar. Het begon 12:12 moesten verzamelen. En daarna zijn we nog langs geweest bij Psycho Shock. Dus dat was wel anders. Heel tof om te zien. Vorig jaar gingen we langs bij Haunted Holidays. En is nu dus echt wel gewoon permanent gesloten. Dus er is wel enige reden dat we daar nu dus niet meer naar binnen mogen. Maar we zijn dus bij Psycho Shock geweest. En dat is natuurlijk een beetje hetzelfde verhaal. Allebei wat oudere spookhuizen. Daar gaan ze dus ook langs om eigenlijk te laten zien van zo ziet een ouder huis eruit. Dit doen we eigenlijk niet meer. Zo werken de scares. Weet je, de effecten uitleggen. Laten zien natuurlijk waar de acteur zit. Want je mag zowel langzaam rondlopen door het huis als even backstage kijken. In elke kamer wordt er dan wel iets verteld. En daarna ga je eigenlijk langs bij Below. Vandaar dat ik nu ook bij de uitgang van Below sta. Want daar eindig je. En je gaat dus Below in om dan dus te kijken naar hoe de nieuwere huizen er eigenlijk uitzien. Waar ze dan weer mee bezig zijn eigenlijk. Dus het is echt heel erg interessant om dat contrast dus te zien. En natuurlijk om te horen hoe de scares werken. En waar ze allemaal op letten als ze zo'n spookhuis maken. Ja, het is echt het is oprecht een aanrader die Backstage Tour. Ik heb het weer enorm naar mijn zin gehad. Ik vond het super interessant. Het is ook echt heel erg leuk. Je hebt ook echt tijd, zeg maar, om te zien en te vragen ook wat je wil bijvoorbeeld. Want je mag ook gewoon constant vragen stellen. Dus als er iets is wat je heel graag wil weten, dan mag je de hele Backstage Tour door. Mag je gewoon vragen stellen. Er is echt genoeg tijd voor. Dat hebben we ook wel gemerkt, aangezien het een uur is uitgelopen. Maar weet je, het was echt fantastisch. Door de huizen was het dan zeg maar ook altijd zo dat je dan eerst een rondje doet zonder
de scare, zeg maar. Of, uiteraard staan er geen acteurs in de huizen, maar dan loop je eigenlijk een rondje met werkverlichting. Geluiden staan nog uit, werkverlichting staat aan. Dus dan is het eigenlijk allemaal niet zo eng. Ga je er nog een keertje doorheen en dan worden dus de lichten aangezet, muziek wordt aangezet. En dan merk je dus meteen al dat het toch al best wel spannend is om er doorheen te gaan. Ik schrik alsnog. Het maakt voor mij niet eens uit of er acteurs in staan of niet. Ik schrik me echt helemaal. Sietse, ik ben vandaag met jou. Het is natuurlijk de volgende dag. Ik ben vandaag met Sietse in het park. Wat vind jij ervan? Ik vond het leuk. Het is de eerste keer dat ik een backstage tour doe. Tenminste betaald voor Fright Nights. Vorig jaar zouden we hem ook doen, maar ja, dat kon helaas niet doorgaan. Maar nee, ik ben wel geweest, maar jij niet. Nee, ik niet. Ja. Nee, ik vind het heel indrukwekkend. Het is vooral heel bijzonder om ook te zien dat Bilo eigenlijk zo compact is. Er wordt heel efficiënt gebruik gemaakt van de ruimte. En wat jij ook al zei, dat je de bruik van Eddie kon zien en in de base zijn. En ik vond het een hele toffe ervaring. En als het weer een keer kan, dan zou ik het zo weer doen. Ja, ik ook. Als het er volgend jaar weer zou zijn, dan denk ik oprecht dat ik hem gewoon weer zou doen. Ja, ik ook. Ja, echt heel tof. Ja. Ik heb het vorig jaar dus eigenlijk ook al gezegd in de video, maar als je zo'n backstage tour doet, dan zie je ook eigenlijk echt hoeveel werk er zit in Halloween Fridays. Ik heb eigenlijk al natuurlijk hartstikke veel respect voor het evenement, maar als je dan zoiets ziet hoe het er achter de schermen aan toe gaat en hoeveel eigenlijk alles kost, hoeveel werk erin zit, hoeveel energie erin zit, dan krijg je er eigenlijk wel nog meer respect voor en dan kan je het ook eigenlijk alleen maar nog meer waarderen. Het is echt fantastisch wat ze hier neerzetten. Het is echt bizar hoeveel er eigenlijk achter de schermen gebeurt. Dat zien jullie, dat zien wij natuurlijk allemaal niet gebeuren. Er is nog twijfel of je de backstage tour een keertje wilt doen. Het is in ieder geval echt het geld waard. Of het iets voor jou is, dat moet je helemaal zelf beslissen. Maar als je echt een fan bent van Halloween Fridays, of je vindt het gewoon echt een super tof evenement, of je bent gewoon benieuwd hoe het nou achter de schermen naartoe gaat bij zo'n Halloween evenement, dan is het zeker een aanrader en echt een hele, hele toffe ervaring. Wat ook leuk is om te benoemen is dat we dit nog hebben gekregen bij de backstage tour. Tegenwoordig gebruiken ze er pasjes voor. Ja, we hebben ook de exclusieve Eddie pin gekregen. Maar normaal was dit altijd van papier. Nu hebben ze gewoon een pasje. Super handig in principe. Dat is €10 geloof ik. En dat kan je gewoon spenderen hier in het park. Dus daar kunnen we misschien eten van halen of merchandise. Kan je helemaal zelf beslissen. Dus is het altijd voor ons om in de villa te gaan. Het is momenteel ongeveer 6:55. We hebben een tijdslot van 6:30. En nogmaals, ik zeg het heel vaak in elke video ondertussen. Als je een beetje aan het eind van je tijdslot komt, dan staat er eigenlijk vrijwel geen rij. We hebben ook weer de volledige zogeheten overflow over kunnen staan. Dus de mensen die eigenlijk al van het volgende tijdslot komen, dus van 6:30, 7:00. Die staan nog in een aparte rij en die worden pas doorgelaten als het dus precies in dit geval 6:30 is. Maar zijn er denk ik echt met minder dan 5 minuten in. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hele gemixte verhalen gehoord over de villa dit jaar. Dus ja, we gaan het zien. Wij zijn al uit de villa. We hebben echt best wel kort gewacht. En ik heb een beetje een dubbele mening nu over de villa. Want ondanks dat de reis zo ontzettend kort was, werden we er in een trein doorheen gestuurd. En eerlijk gezegd baal ik er echt ontzettend van. Ik snap ook echt niet waarom ze dit hebben gedaan. Soms stonden we gewoon stil in het huis. De mensen voor ons die stonden dan gewoon stil. En ik probeerde dus wel nog ruimte te houden. Maar de mensen achter ons, ziet ze liep zeg maar achteraan, ik liep voorop. En die zaten jou gewoon keihard te duwen. Dus we hadden ook echt gewoon super vervelende mensen achter ons. Dat ik echt zat van, jongens, hou een beetje je afstand. Weet je, ook al schrik je super erg en word je er dus in het treintje doorheen gestuurd. Blijf wel gewoon van elkaar af. En ga elkaar niet duwen of aan tassen trekken of zo. En dat hebben wij allebei wel eens een keer meegemaakt. Dat mensen dan aan je rug dus gaan lopen trekken omdat je achteraan staat. Ja, ik kon daardoor heel veel scares voor me dus wel al zien. Maar ik probeerde echt heel langzaam door het huis te lopen. En dat is ook nog eens een tip. Mocht je er in een treintje doorheen gestuurd worden, probeer dan zo langzaam mogelijk door het huis heen te gaan. Ja. Dat heeft echt heel erg geholpen. Als ik gewoon was doorgelopen, ik denk echt dat wij geen één scare hadden gehad. Als ik eerlijk ben. Kom bij. Maar ik heb er een aantal gehad. Mijn stem doet er echt een beetje zeer van. Ze hadden me een aantal keer goed te pakken. Ik ga eerlijk zijn. Ik ben echt wel goed geschrokken. Maar ik blijf nog steeds wel bij het hele punt dat ik dit villa toch wel een van de mindere huizen vind. Zeg maar. Het is een superleuk huis. Voor de mensen die niet weten wat het een beetje inhoudt. Het is eigenlijk gethematiseerd naar bekende horrorfilms. Dus we hebben It gezien. We hebben Michael Myers gezien. We hebben Scream hebben we gezien. De Exorcist geloof ik. Annabelle. Annabelle inderdaad. Die is vrij nieuw. Wel verbeterd. Het is de eerste keer dat ik daar een scare heb gehad eigenlijk. Want vorig jaar is de villa vernieuwd. Er waren er eigenlijk 3 nieuwe kamers. En het is dus zeker wel een verbetering, moet ik zeggen. En het is dus voor het eerst dat ik de scare had van Annabelle. Voor het eerst had daar eigenlijk een actrice. Dus ja, dat was zeker wel een verbetering.
Maar nogmaals, je merkt gewoon dat de villa een wat ouder huis is. De scares zijn erg voorspelbaar. En ja, het is gewoon een wat minder huis, als ik eerlijk ben. Soms is het ook, dat werd tijdens de backstage tour ook verteld, soms is het niet te voorkomen dat er een treintje ontstaat, maar... Oh ja, dat is inderdaad verteld. Dat is inderdaad verteld, ja. Maar ja. Ze zeiden dat ze het, of na tijdens de backstage tour is er dus verteld dat ze het zo min mogelijk proberen te doen met treintjes, maar... Ja, ik zeg al, wij stonden net echt wel in een super korte wachtrij, dus... Het is vervelend als het gebeurt. Ik kan jullie eigenlijk alleen maar tips en advies geven ervoor. Maar verder kan je gewoon niet voorkomen dat het gebeurt eigenlijk. Maar ja, ik zeg al, ondanks dat heb ik dus echt wel gewoon een toffe ervaring gehad. En het was leuk. Ik vond het ook leuk. Ja. Het was leuk en we gaan weer verder. Gisteren was ik nog begonnen over de drukte in Nijmegen. Ik zei nog van ja, ik kom er later op terug. Ik kom er nu even op terug, want... Friends is ondertussen trouwens al begonnen. Maar ik film iets minder de zon als vandaag. Omdat deze video anders denk ik echt te lang wordt. Maar we hebben gewoon... 10 minuten gedaan over het stukje vanaf ongeveer Zenko's Gravity Shuttle naar hier, naar de Tomahawk. Het is echt, het stond helemaal stil. Op een gegeven moment kwam er ook volgens mij beveiliging bij. Ik weet ook niet of er iets gebeurd was, volgens mij niet. Volgens mij bleven mensen gewoon stilstaan. Maar op een gegeven moment was het ook zo dat weet je, mensen raken op een gegeven moment een beetje opgevolgd. En dat is altijd wel een beetje een enge situatie. Want het was dus zo dat wij liepen op een gegeven moment wel een beetje door. Maar toen kwamen er mensen dus tegenliggers, om dat zo te zeggen. Die duwden gewoon iedereen opzij. En ik werd zodanig hard langs de borstjes geduwd dat mijn hele hand eigenlijk nu onder de schaafwonden zit. En ze duwen je gewoon echt opzij zonder pardon. Het is echt best wel eng eigenlijk. Ja, ik snap het. Ik vind het ook echt bizar om te bedenken dat ze nu gewoon minder tickets verkopen dan voor corona. Want voor corona... zat het geloof ik op 23.000 ongeveer tickets en nu volgens mij op 18.000, 19.000. Dus ik kan gewoon niet geloven dat er eigenlijk normaal nog gewoon 4.000 man meer in het park zou moeten zijn voor een echt vol park. Zoals jullie weten is Nightmares eigenlijk mijn favoriete zone. Maar volgens mij is het tot nu toe de zone waar ik eigenlijk het minst in heb gestaan. Samen misschien waarschijnlijk met Villains. Gewoon omdat het zo druk is. Ik probeer de zone eigenlijk bijna een beetje te vermijden of zo. Omdat het echt... immens druk is en waar het precies door komt, ik weet het niet. Ik denk onder andere omdat Nightmares een publieksfavoriet is. Het is gewoon een supergoeie, populaire zone en dat is eigenlijk voor Walibi is dat natuurlijk positief, maar het is ja, het is zo enorm vol en het spijt me echt dat ik nu een beetje negatief overkom. Zo wil ik eigenlijk echt niet overkomen, maar ik wil wel gewoon eerder met jullie zijn. Kijk, bij Friends is het druk, punt. Dat heb ik al vaker gezegd in de video. Bij Friends is het gewoon druk. Als je überhaupt geen drukte kan handelen, dan zou ik absoluut niet naar Friends komen. Ik ben heel wat gewend. Zoals ik al vaker heb gezegd, ik kom eigenlijk vanaf 2015 elke dag bij Halloween Friends. Dus dat is heel wat jaren, heel wat dagen. En ja, soms is het even wat heftiger dan normaal. En als het wat heftiger is dan normaal, dan vind ik ook wel dat ik er iets over kan zeggen. Maar goed, het drukt de pret verder niet, uiteraard. Wij hebben verder gewoon een hartstikke toffe avond. En we gaan ook gewoon weer door. We gaan gewoon weer een rondje lopen. En ik zie jullie zo weer. Ik sta momenteel in Festival Freaks. En een ding wat ik eigenlijk ook nog aan jullie wilde vertellen is eerst iets wat ik niet 100% zeker wist. Maar Andy doet dus geen meet and greets meer. En dat is eigenlijk ook in verband met de drukte. Het eerste weekend deed Eddie wel nog meet and greets, deze waren ongepland. Deze deed hij eigenlijk gewoon op random momenten in de zone. Hebben jullie ook nog kunnen zien in video's van mij, mijn eerste twee Friday's Vlogs. Ik heb dus ontzettend veel mazzel gehad met mijn foto en ik ben ook echt extreem dankbaar dat ik een foto met Eddie heb kunnen krijgen dit jaar. Want zover ik weet doet hij geen meet and greets meer momenteel. Gewoon echt omdat het te druk is. Nou jongens, de pompoen is een beetje een terugkerend ding geworden in Tangled Twigs. En zojuist, misschien dat ik het filmpje erin plak, ik weet het niet, want ik heb het verticaal gefilmd in plaats van horizontaal. Maar weer de pompoen, jongens. Maar ja, dus weer de pompoen. Wij moesten er nu op letten. Hij had hem neergelegd. Ik vind het veel te leuk. Het slaat nergens op, maar het is veel te leuk. Ha 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 ha!
jongens, ondertussen ben ik weer onderweg naar Psycho Shock. Er is in de tussentijd voor mijn gevoel heel erg veel gebeurd. Maar daar kom ik aan het eind van de video nog even op terug. Ik heb veel aan jullie te vertellen eigenlijk. Maar goed, we gaan eerst even in Psycho Shock. En daar heb ik in de vorige video ook al mijn mening over gegeven. Dus ik zal het niet uitgebreid maken. We zijn bij Psycho Shock, maar ondertussen staan we eigenlijk alweer in Tangled Twigs. Want we gaan hier vandaag afsluiten. De laatste keer dat ik had afgesloten in Tangled Twigs had ik het eigenlijk best wel heel erg naar mijn zin. Dus vandaar dat ik hier nu weer sta. Psycho Shock was wel verder echt. Ik word echt ontzettend hard aangestaard hier. Maar Psycho Shock was verder echt wel hartstikke leuk. Jij vond het ook leuk, toch? Ja, ik vond het ook leuk. Ja, jullie, ik heb mijn mening dus al in de vorige video wat uitgebreider gegeven. Dus mocht je weten wat ik er echt helemaal van vind, raad ik je aan om even de vorige video te kijken. Maar al met al vind ik Psycho Shock echt een super leuk huis. Super tof ook. We zijn er natuurlijk vanmiddag nog letterlijk doorheen gelopen. Zowel backstage als gewoon een normaal rondje door het huis. Dus het was heel gek om hem nu zeg maar weer op een normale manier te doen met acteurs erin en zo. Maar we wisten dus wel echt volop waar de scares zaten. Maar ik maakt niet uit. Ik ben volop geschrokken weer. Je kijkt er wel op een andere manier naar. Van, ja. Nou, je weet hoe het werkt. Nou ja, je ziet het op een hele andere manier dan normaal. Ja, precies. Je kijkt er toch een beetje anders naar. Maar het ergens is het juist wel heel erg leuk en interessant om te weten. Maar al met al, ja, ik heb echt een superleuke ervaring gehad op Psycho Shock. Ja, we liepen weer vooraan. We werden in eerste instantie in het treintje er doorheen gestuurd. Maar nogmaals, ik bleef gewoon heel langzaam lopen. Dus we hebben alle scares gehad. Dus ja, top ervaring. Hello, my friends. It is now 11 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have come to an end. And the gates are closing. You survived that season, at least for now. See you tight, my friend. And see you again next year. Alweer thuis beland. En jullie zien altijd meteen dat ik dan altijd een stuk moer ben. Ik wil echt heel erg graag mijn bed in. Maar ik wil toch nog eventjes mijn auto opnemen voor jullie. En ik zou er nog eventjes op terugkomen dat er dus ontzettend veel gebeurt in het park. Het was echt heel erg chaotisch. Vandaag was dan ook de zogenaamde beruchte zaterdag. En ik wil niet in te veel details gaan van wat er dan allemaal gebeurt in het park. Het is allemaal gewoon heel erg verontrustend. En als ik heel eerlijk ben, maakt het me altijd gewoon een beetje verdrietig. Maar ook best wel boos als ik dan bepaalde dingen hoor. Behandel de acteurs met respect. Raak ze niet aan. Ga niet ongevraagd op foto's met ze. Zeker als dat, als dat ze belemmert. Het zou ook het fijn zijn als je niet met flitsfilm bijvoorbeeld. Weet je, gewoon van die kleine dingetjes. Dat je gewoon wat meer rekening houdt met elkaar. En natuurlijk ook je medebezoeker. Behandel elkaar met respect. De attractiemedewerkers, de horecamedewerkers. Gewoon iedereen. Gedraag je gewoon. Maar ja, ik heb het idee dat de acteurs het altijd wel het zwaarst te verduren hebben met dit soort avonden, om het even zo te zeggen. Vandaag was er blijkbaar ook een ontruiming in Nightmares, om er eventjes een voorbeeld te noemen. En gek genoeg, ondanks dat ik dus elke dag bij Fright Night ben, zie ik dat soort dingen niet van dichtbij gebeuren. En ergens ben ik daar heel erg blij mee natuurlijk. Maar goed, ik denk dat ik bij deze de vlog ga afsluiten. Het laatste wat jullie namelijk hebben gezien is de eindscare. Gisteren ging de eindscare dus ook niet door. Ik weet niet of ik het nou voorheen in de vlog al had benoemd, jongens. En nogmaals, ik ben echt heel erg moe. Maar ik weet dus niet zeker of ik het al had benoemd. Maar de eindscare ging gisteren dus ook niet door. Weer vanwege vervelende omstandigheden. Maar goed,
Morgen ben ik weer bij Friday Nights en dan heb ik de dinner experience. Dus de volgende video die jullie gaan zien is de dinner experience. En ik ga nog een keer in Slaughterhouse. Dus dat wordt ook weer een leuk video om op te nemen. En ik wil jullie heel erg nogmaals bedanken voor alle support. En nogmaals vind ik het heel vervelend dat een van mijn video's het niet meer doet. Want er zit toch natuurlijk wel heel erg veel werk in zo'n video. Dus ja, ik baal er echt ontzettend van. Maar goed, mijn auto wordt veel te lang. Deze video wordt veel te lang. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. We'll be right back.